dit is dus de eerste honing van de springertuin. Nou, dit is een honingraad, wat de bijen eigenlijk als inkerlegje hier een plat plaatje was. Met een printje van de raadjes, dat smelt je in zo'n raampje. En dan bouwen de bijen de honingraad daarop. Ja. En dit is dus eigenlijk echte Zuilense honing, want ze staan in de springertuin. Dit is het eerste jaar dat ik een bijenstal heb in de springertuin. Dat is, ja, dat is erg luxe, want normaal stonden ze altijd de kast op een pallet in een weiland. En ja, in weer en wind. En nu, ja, het is echt een bijenvilla geworden. Nou, we staan nu in de springertuin. Op afstand zien we de bijenkas. Hoe dichtbij kan je komen zonder gestoken te worden? Je kan eigenlijk tot echt heel dichtbij de bijen komen, maar ze komen uit een bepaalde opening in de kast en daar moet je gewoon niet voor lopen. Want dan, ja, dan heb je ze echt verstoord en dan loop je wel het risico op een steek. Maar in principe, zoals hier, iedereen kan hier gewoon in de tuin werken of over Noorbruislaan lopen en zonder dat daar iets misgaat. Want bijen zijn niet geïnteresseerd in mensen, die zijn geïnteresseerd in nectar en stuifmeel. Je hebt natuurlijk het beeld altijd voor je van man in imkerpak. Ja. Dat heb jij denk ik van de week dan ook aangehad toen je die honing ging ophalen. Klopt, dan moet je echt een pak aan. De bijen vinden dat niet leuk, want het is natuurlijk waar ze hard voor gewerkt hebben. En ja, dan ga je de kast openmaken en dan ga je eigenlijk hun honingvoorraad weghalen. Dus het is dan zaak om snel te werken, maar toch ook heel rustig. En je mag eigenlijk niet roken, waar de bijen wat rustiger van worden. En ook niet de plantenspuit gebruiken, waar de bijen ook wat rustiger van worden. Omdat je geen rooksmaak aan je honing wil. En je wil ook geen vocht in je honing, want dan kan het gaan gisten. Dus je moet het met heel veel beleid eigenlijk doen. En dan, dat is gewoon gelukt. Dus... Wat is dit? Dit is een honingslinger. Hierin, dit moet je eigenlijk zien als een centrifuge. En wat je straks doet, je zet de honingramen er rechtop in. En door het centrifuge-effect slingert de honing eruit tegen de wand. En loopt het naar beneden en heb je een tapkraantje. En dan vang je de honing eigenlijk mee op. Dus dit is nu klaar om te slingeren. En je ziet in één zo'n raam zit ongeveer een kilo honing. Daar komt hij. Ja. Mooie lichte honing. Waar komt jouw passie voor honing vandaan? Ik ben sowieso altijd al gek op lekker eten. En als je dan een keer honing proeft en dan weer eens een keer andere honing proeft, dan merk je hoeveel verschil er tussen zit. Van echt bitter tot alleen maar zoet, tot heel aromatisch, tot smaken van kruiden, van munt smaken. En dan, ik ben gewoon begonnen met het ontdekken van al die smaken. Ben je toen ook bijen gaan houden? Vroeger op de lagere school hadden we een bijenstal. En dan was er wel eens een zwerm en dan kwam de imker in een mooi pak. En dat vond ik zo indrukwekkend. En ik dacht altijd, later als ik groot ben, dan wil ik ook imker worden. Dus toen heb ik een cursus gedaan, een jaar lang volg je dan eigenlijk het hele bijenseizoen. En tijdens die cursus heb ik op marktplaatsen ook twee bijenvolken gekocht. En ben ik gewoon begonnen. Dus wat je de ene week in de cursus deed, deed ik de week daarna bij mijn eigen bijen. En zo kon je goed oefenen. Ja. En nu heb je straks kilo's en kilo's honing. Ja. Krijg je dat allemaal zelf op het komende jaar? Normaal, als je ergens op bezoek gaat, neem je een bosje bloemen mee. Nou, ik neem altijd een potje honing mee. Ja, en dat vinden mensen ook eigenlijk veel leuker. Ja. You were only waiting for this moment to be free.